Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting treft voorbereidingen om steunpakketten te verstrekken aan sociaal zwakkeren en behoeftigen die door de beperking op de bewegingsvrijheid in nood zijn komen te zitten. Ongeveer 11.000 zwakke huishoudens moeten voorzien worden van zo'n steunpakket. Indien u reeds geregistreerd bent bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zoals ik eerder noemde, acute nood, dat heeft aangevraagd, SOSANET en sociaal zwakke huishouden. U hoeft zich niet meer te registreren. Indien u zich hebt geregistreerd aan de Gongrijpstraat, of u heeft dat elektronisch gedaan de afgelopen periode, ook die lijsten zullen we binnenkort screenen. Indien u zich nog nooit ergens hebt geregistreerd en u wenst in aanmerking te komen voor een COVID-19 steunpakket, dan kunt u ons sms'en of appen op het nummer 872-6809. Let wel, dit kan vanaf donderdag 11 juni. Ik herhaal het AUB mensen omdat het om heel veel mensen gaat en sociale zaken heeft al heel veel data. Dus als u al geregistreerd bent, doe dat niet. Laat het over, laat de lijn niet bezet raken, laat de databestanden niet bezet raken door mensen die al in het systeem komen. Laat het over aan mensen die zich nog niet hebben geregistreerd. En dat kan op het nummer, zal ik herhalen, 872-6809. Directeur Salmo benadrukte dat het de bedoeling is om iedereen te helpen. Binnen 2 weken wenst het ministerie alle administratieve zaken af te hebben. Salmo deed een beroep op de samenleving om niet onnodig en of dubbel te registreren. Oké. Hoe kom je nou in aanmerking daarvoor? Er zijn 2 punten als criteria. Je moet werkloos zijn of niet werkende zijn voor 15 maart 2020. Daarnaast moet je nergens anders van de overheid financiële steun genieten. Dus als u elders al financiële steun krijgt, komt u alstublieft niet. We willen zoveel als mogelijk iedereen helpen. Met het fonds, met het steunfonds dat is aangeboden. En als u steeds beroep op doet waarop u geen recht heeft, dan verzwaart het proces voor ons. En we willen zo snel als mogelijk een ieder die ondersteuning geven in de komende 2 weken. Bij het registreren, dus als u gaat sms'en naar ons of u gaat onze appje sturen, is het heel erg belangrijk dat u ID-nummer voor ons krijgt. Uw gezinsgrootte, dus u geeft aan, mijn gezin bestaat uit 4 leden, bestaat uit 6 leden, bestaat uit 8 leden. Uw telefoonnummer, omdat we weten sommige mensen hebben misschien op dat moment geen beltegoed of hebben de faciliteiten niet. Laat u sowieso uw telefoonnummer opschrijven. Uw adres, waar wij u kunnen aantreffen. Uw woonplaats, want we weten dat sommige adressen in verschillende districten voorkomen. Dus graag woonplaats en het district. Deze ondersteuning van SOSAVO is een uitbreiding van het reeds aangekondigd sociaal COVID-19 pakket dat de regering heeft samengesteld om mensen in nood te helpen.